De politieke organisatie Doe heeft samen met haar jongerenorganisatie Jong Doe vanmorgen een openbare lezing en discussie georganiseerd. Het thema van de lezing was de toekomstperspectieven van de Surinaamse jeugd. Er is onder andere aandacht besteed aan het onderwerp onderwijs en ondernemen door jongeren met het oog op de toekomst. De inleider was Ashwin Achaibersing, die businesscoach is. Hij haalde aan dat er veel ondernemers in Suriname zijn, maar dat er geen duidelijk beeld is van hun problemen. Achaibersing zegt dat door onderwijs hem duidelijk is geworden wat de uitdagingen zijn van deze doelgroep. Van kleins af aan om je heen kijken, ziet iedereen ondernemen in het land. Jong, oud, opgeleid, niet opgeleid. Iedereen zoekt een hossel, om het maar zo te noemen. Anderen zijn wat verder in dat ondernemerschap, zijn succesvol. Anderen werken heel hard, doen heel hard hun best. Zijn in het materiële minder succesvol. Maar in hun geluk zijn ze wel succesvol, dat is ook heel belangrijk. En voor alles zie je om je heen gebeuren. Toen ik bij Action Coach terecht kwam, werd ik heel erg geconfronteerd met de problemen van de ondernemers. Het gaat niet. De economische situatie is, ik was in 2016 ben ik begonnen, dus ja, was, ten opzichte van zoveel jaar geleden, ja, de economische situatie is drastisch veranderd. Een koers die veel hoger is, koopkracht die heel erg afneemt, dus vooral voor bedrijven die op de lokale markt bezig zijn, grote issues. En het was een eye-opener. Natuurlijk weet je het, natuurlijk zie je het om je heen gebeuren, maar je bent niet helemaal ermee bezig, omdat je bezig bent met je eigen ding. Zoals we eigenlijk allemaal proberen je eigen achtje te redden, om het maar zo te noemen. Het is ook mens eigen om te kijken naar je eigen belang. Het gemeenschappelijk belang is altijd belangrijk, maar het eigen belang is altijd aanwezig. Agheber Jamin, voorzitter van Jong Doe, hoopt dat jongeren lering trekken uit de lezing. Jamin hoopt dat de conclusies en aanbevelingen van deze lezing een bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Persoonlijk vind ik het heel erg belangrijk dat jongeren bewuste keuzes maken. En in dat kader hebben we dus eigenlijk deze openbare lezing en discussie. Belangrijk is dat er ook conclusies en aanbevelingen gedaan worden. En die hopen we dus ook te presenteren op een professionele manier naar onze Surinaamse samenleving. Zodat wij even weten hoe we verder moeten. Ik hoop dat de conclusies en aanbevelingen een belangrijke, maar vooral een positieve bijdrage zal leveren aan onze Surinaamse maatschappij, in het bijzonder de jongeren, zodat ze bewust worden over de keuzes en de kansen die ze hebben in onze Surinaamse samenleving. Voorzitter Achaibersing Jamin van Jong Doe vanmorgen bij de lezing, welke gehouden is in ons huis.